Reinhard Oosterhoff uit Grijpskerk begon 3 jaar geleden in het Oostenrijkse Westerdorf zijn eigen skischool. De komst van een Nederlandse concurrent stuit op nogal wat weerstand bij de lokale skischolen. Omhoog komen en we doen het. Ik ski al mijn hele leven eigenlijk. Het was altijd gewoon een hobby, gewoon omdat ik het leuk vond. Met vrienden kwam ik altijd in Westerdorf. Toen heb ik stage gelopen of ik had een bijbaantje in een sportzaak. En die had een skischool erbij. Dat heb ik op de duur overgenomen, heb ik gepacht. En zo ben ik in het skiwereldje beland. Toen ben ik op een gegeven moment naar Westerdorf gegaan. Voor een collega gewerkt. En toen voor mezelf begonnen. Hallo. Kan ik helpen? Ja, ik wilde graag een paar skis huren van je. Dat kan. Ja. Helemaal geen probleem. Ja. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Alleen aan de hobby kom ik helaas zelf niet meer zoveel aan toe. We zijn in 3 jaar tijd snel gegroeid. En ja, het is veel aanstuurwerk, veel in de skischool. Je skiet al lang? Ja, 20 jaar geleden voor het laatst. Kijk eens. Ja. Helemaal goed. Je bent alleen gekomen? Nee, ik ben met een paar vrienden. Als er nieuwe sneeuw valt, dan ben ik wel de eerste die even een rondje omhoog gaat. Kun je eens uitleggen wat mooi is van skiën? Ik denk de vrijheid. Het is sowieso, je bent de hele dag bezig. Het is gewoon een leuke sport. Ik vind zelf de snelheid, vind ik leuk. Dus je kan steeds je grenzen verleggen. Lekker door de bergen toeren. Wat wil je nog meer? We staan hier in het kloppend hart van jouw bedrijf, hier in Westerdorf. Wat doe je allemaal precies in deze hut, om het zo maar te zeggen? Het is een klein houten hokje wat je van de buitenkant denkt. Alleen we gebruiken elke vierkante meter. We hebben een verhuur van materiaal. Nu ongeveer 450 paar skis in de verhuur. Daarna snowboard verhuur, slijpen, waksen van materiaal. Rechts, dus een snel slijpen waksen. Ja, ich habe gehört, Reinhard, der war Passer für die Skischool im Norden von Holland. Und da muss man kijken, dass das gut läuft. Nicht? Er ist gut Organisationstalent. Und da haben wir viele Fragen gehabt und da haben wir so einen Kontrakt gemacht, dass wir zusammenwirken hier in Österreich. Was für ein Typ Skier bist du? Rustige Skier? Ja, ik denk dat ik een rustige skier ben, maar ik vind het lekker om bochtjes te draaien, weet je wel. Lang geleden wat u al vertelde. Ja, ja. U bent waarschijnlijk gewend om heel smal te staan. Ja, dat klopt. U moet even gaan leren om iets breder te gaan staan. Oké. Misschien is het voor u ook leuk om een keer een privéleraar mee te nemen. Ja. Om even die switch te maken van de oude stijl, ja. Even naar de karfski toe. Ja, om die techniek onder de knie te krijgen. Precies. Ja. Nu gaan we even het gewicht even instellen van de voorbak en de achterbak. Deze is 7,5. Helemaal goed. Nu komt het zonnetje er lekker door. Zicht is goed. Hey, wat we even gaan doen. Ja. Je hebt het lang geleden weer leren skiën. Ja. Erg lang geleden. 20 jaar geleden. Juist. Ja. Vroeger stond je heel smal. Ja. Dan stond je met je benen tegen elkaar. Ja, klopt. We gaan nu leren om heupbreedte te staan. Je mag. Dit been gaat straks iets naar voren toe.
deze hand op naar voren. Stok een beetje naar achter laten wijzen. Nu is de axem parallel. Ja. Maar wacht hem aan, dit is mooi geprepareerd. Alle skischolen doen hetzelfde. Het is een met dat je minimale aandacht krijgt. En daar ben ik over na gaan denken. En ik heb een concept bedacht van maximaal 6 mensen in de groep. Ik heb de prijzen iets omhoog gegooid, maar dat is ook minimaal. En daarnaast richt ik me heel veel op privélessen. Hoppa! Skiën we daar helemaal naar beneden. Een afdaling van 7 kilometer. Oeh, lekker. Lekker. Helemaal rood. Blauw, rood. Oh, de steile stukjes gaan we even vermijden. Dat is prima voor mij. Hoe kijken jouw collega's, concurrenten hier in Westerdorp daar tegenaan dat je het toch anders aanpakt dan zij? Ja, op het begin waren ze natuurlijk niet blij, omdat ik eerst voor de concurrent heb gewerkt. Ze worden er nooit vrolijk van natuurlijk. Maar ik trek me er niet zoveel van aan. Ik ben hier begonnen, ik heb een Oostenrijkse kampioen. Dus alles klopt qua vergunningen, qua diploma's. Al mijn leraren zijn Oostenrijks gediplomeerd. Dus daar kunnen ze helemaal niks tegen doen. Het is een gewenning. Dus je had alleen maar zwarte en rode pakken op de piste. En nu heb je ook de oranje skischool. Wir eine Zimmerreservierung, ja. Für welche Zeit hätten Sie gerne eine Zimmerreservierung? Reinhard heeft natuurlijk in de laatste jaren echt een heel goed werk gedaan. En heeft die skischool, de nieuwe skischool die hij geïnstalleerd heeft. Nou echt op een absoluut goede punt gebracht en dat is voor de dorp, voor de kwaliteit van de dorp wel belangrijk. Aan het begin was het natuurlijk wel zwaar voor Reindert. Dan word je natuurlijk echt goed bekijkt van die mensen uit de bergen. Die zien dat natuurlijk ook niet zo altijd leuk dat hier weer één begint. Maar nu is het zeker zo dat hij echt vol accepteerd is. En die mensen zien dat hij goede werk doet. En dat wordt natuurlijk ook dan honoreerd. Goedemorgen, jongen. Skis zijn we klaar? Weer gewakst? Prima. Ik organiseer veel reizen. Ik probeer gewoon heel veel voor mijn gasten te betekenen. En het is gewoon heel makkelijk als zij mij een mailtje kunnen sturen of een telefoontje kunnen geven. Dat hun accommodatie geregeld is. En dat het skimateriaal klaar staat en daarnaast de lessen worden gegeven. Het is een totaal concept. Door zijn reclame die hij ook maakt in Nederland, is de bekendheid van Westerdorp ook groter geworden. En dat is alles een samenwerking. En hij is echt heel erg bezig om Westerdorp goed te promoten en dat doet hij heel goed. Zit er de vuur gaan uiteen? Dat mag niet. Een padje, het wordt 45. Hè? Wat een padje. Ja, ik ben momenteel 8-9 maanden actief met de skischool.
voorbereidingen treffen. En vooral met de reis organiseren. Ja, er zijn heel veel voorbereidingen. De juiste leraren krijgen, trainen in Nederland. Materiaal inkoop. Daarnaast heb ik altijd in een bakkerij in Grijpskerk gewerkt. En als ik tijd heb en in Nederland ben, dan werk ik daar in de bakkerij. Want je kent Reinder persoonlijk, hè? Want die had ook bij jou gewerkt. Ja, dat klopt. Die is vanuit de bakkerij en er eigenlijk langzamerhand begonnen met de skischool. En eerst was het. En dan waren er hier als skileraar bij een collega hier zodat altijd aan het werk. En dan kwam er af en toe nog weer terug in de bakkerij te werken. Maar langzamerhand had hij voor hemzelf begonnen. En nu zie ik hem nooit meer de hele periode niet. Wat zit er met je teen? Je zit tegen je voorkant aan. Als je helemaal rechtop staat, als je scheen erop geeft, dan zet je voetbal naar achteren. Ja, hij moest één grote proberen. Je hebt nu een muts afzet. Jan, goeiedag jongen. Alles goud? Zij is Scheringa in Westendorf. Hoe kom je hier? Ja, Reinder is een hele goede vriend van ons. En die heeft ons hier eigenlijk een beetje naartoe sleept. En ik heb lesbium gehad in Roden op die borstelbaan. En van de een komt de ander natuurlijk. Hey, hartstikke goed gedaan hè vandaag. Ja. Hebben jullie het leuk gehad? Ja. Ga zo nog lekker een paar keer naar boven. Ja. Dan gaan we een beetje snel skiën, goed? Ja. Ja? Ja. Een vriend van mij die skiet hier eigenlijk al jaren. En die vertelde mij vorig jaar, die wist dat ik skilerares wilde worden. En die vertelde mij vorig jaar van... er zit hier een Nederlandse skischool, Nederlandse leraar allemaal, gezellige groep mensen. Dus ga eens langs, is misschien een idee om te doen. Toen ben ik langs gegaan en met Reinert gesproken. Reinert had gezegd van ja, je moet wel je skidiploma halen om les te geven. En dan mag je wat mij betreft volgend seizoen les komen geven. Ik kom bij de gondel, ga helemaal omhoog. En dan skiën we vanmiddag even naar Brieksen. Kom maar even achter me staan. Wat gevaarlijk met je auto. Ja, wat je even gaat doen, je gaat hem even een beetje naar beneden sturen. En dan stuur je hem even met je rechterbeen, dat is zo'n bergski. Ga jij je knie een beetje naar buiten drukken. Hier naartoe. Dus deze kant ga je gebruiken. Probeer eens. Hartstikke idee, daar komt hij. Heel goed. Iets te snel, zie je dat? Dus je moet veel meer de bocht, precies. Ja, je moet hem veel meer opbouwen. Ja. Dat gaan we straks ook krijgen in de korte bocht. Dit is de lange bocht. Ja. Heel langzaam door je knieën zakken. Dus niet met je bovenlichaam bewegen, niet meesturen. Ja. Dit blijft altijd hetzelfde. Alles blijft parallel staan. Ga alleen maar de beweging maken vanuit je knieën. Ja. Dus druk ga je opbouwen. Dat gaan we even oefenen. Merken zij ook dat Nederlanders makkelijker naar jouw skischool gaan? Jouw collega's bedoel ik? Ja, absoluut. Dat komt ten eerste omdat ik heel veel reclame maak in Nederland. Daar haal ik dus mensen vandaan. Ik breng mensen naar Westendorp. Ik regel naast de skischool en de verhuur de accommodaties voor mijn gasten. Daarnaast groepsreizen, busreizen, noem maar op. Ik heb deze week heel veel voetbalteams uit Noord-Nederland. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, kiezen ze voor mij omdat ik een Nederlandse skischool ben? Ik denk met de kinderen wel. Omdat mijn leraren allemaal Nederlands spreken, dat is voor de kinderen, vooral voor de hele kleine kinderen, wel makkelijk. Dat spreekt de Nederlanders erg aan. En ik hoorde van Iris dat je door wil boeken, dat je vanmiddag nog een lesje wil hebben. Ik wil vanmiddag nog een lesje hebben, ja. Super. Ja. Kun je vanmiddag even een kaartje invullen? Zeker. Dus ik kies maar even aan de kant, joh. Kijk eens. Even een pen. Ja. Zo. Alsjeblieft. Ja. Blijft het goed als ze gaan, Gerwin? Ja, precies. Ik heb vorig jaar ook een lesje gehad. Ja. Dus gaat het elk jaar beter, hè? Gaat elk jaar beter. Er komt alles meer vertrouwen in. Dus, ja, geweldig. Oh ja. Gerwin, tot ziens. Met de kerst hadden we 33 leraren op de piste. En kroken schamen naar de, ik denk naar de 40 leraren. En vol is vol. Het is maximaal 6 mensen in de groep. Dus mensen die niet online hebben aangemeld. Ja, en er is geen plaats meer. Helaas, dan heb ik nevenkoop.